klaar staan hier beide trainers van DVS 33 en Spakenburg voor de analyse. Ja, dat is toch een beetje moeilijk om van zo'n wedstrijd een fatsoenlijke analyse te maken, Jochem. Ik denk niet dat je heel erg blij bent. Jochem Twisker, de hoofdtrainer van Spakenburg, nog steeds. Ja, nog één wedstrijd hierna. Nee, dat is duidelijk. We hebben weer bijzonder slecht gespeeld vandaag. Loszand. Dus ja, het is heel moeilijk te analyseren. Als je de eerste helft kijkt, zag je nog wel dat op het middenveld een man tekort kwamen. Dus daar probeer je nog wat mee te doen. Door onze buitenste middenvelders wat meer naar binnen te laten spelen. Dat stond toen wel wat beter. Maar kijk, alles valt of staat natuurlijk bij wedstrijdinstellingen. Wij hadden als elftal allemaal moeite op het moment dat het ergens om ging om het te brengen. Dus ja, laat staan op het moment dat het nergens meer om gaat. Ja, maken we gewoon een uitgebluste indruk. Ja, inderdaad. Een uitgebluste indruk. En daar hebben jullie op gepaste wijze gebruik van gemaakt, Roeland. Of doe ik daar je ploeg tekort mee? Ik heb het idee van wel. Nou, ik denk dat wij wel gewoon ons ding zijn blijven doen. Al moet ik wel zeggen, dat gaat dan ook wel in een tempootje lager, hoor. Dus, maar goed, ik denk dat de kwaliteit wel ligt bij het positiespel. En ja, hun drukte niet echt door als team. En dan konden wij er wel goed tussendoor voetballen. Dat hebben we goed gedaan. De eerste fase was wel voor hun. Een paar beste kansen, hoor. Dus ze kwamen wel aardig weg. En daarna namen we het wel een beetje over. Dus ik vond dat we een paar goede kansen hadden de eerste helft. En de rust ook wel gezegd van ja, als je hetzelfde blijft doen, op dezelfde manier doorgaat, ja, dan ga je ook het verschil niet maken. Dus je zult wel het tempo wat omhoog moeten schroeven. En ja, goed, dan gaat die eerste erin en dan is denk ik de wedstrijd gespeeld. Gelukkig hebben we er een paar meer kunnen maken, een paar bij kunnen maken. Dus we zijn wel blijven voetballen. Ja, je wilt nog wel meer, dat het tempo hoog blijft. Maar alle omstandigheden bij elkaar lukt dat ook gewoon niet. Ik denk dat we prima gevoetbald hebben en het publiek nog getrakteerd op een paar mooie doelpunten. En een goed afscheid voor veel spelers. Ja, want het leek erop dat jullie je medewerking volledig daaraan meegaven. De lichaamstaal in de tweede helft was wel heel erg duidelijk. Maar DVS heeft daar op gepaste wijze inderdaad een mooie show van gemaakt. Eigenlijk met dank aan Spakenburg. Ik denk dat je het met me eens moet zijn, bijna. Ja, ik wil ook helemaal niks afdoen aan die overwinningen. Het is ook niet zo dat dat alleen maar komt omdat wij niks brengen. Het heeft ook te maken met het feit dat DVS natuurlijk wel een instelling neerlegt die wat afdwingt. En ik denk dat Roeland gelijk heeft dat het verschil is dat DVS het tempo iets omhoog gooide. En ja, als je dan de bereidheid niet meer hebt om te lopen zonder bal, dan gaan ze profiteren van waar wij het laten liggen. Dus dat is het verschil tussen eerste en tweede helft. Met het lage tempo van DVS konden we dat nog aardig dichtlopen. Omdat eenvoudigweg de meters te overbruggen waren na die omzetting die ik net schetste. Maar de tweede helft ging het tempo wat omhoog. En dan moet je sneller handelen en sneller denken. Nou, en dat kunnen wij op dit moment niet meer opbrengen. En dat is een pijnlijke constatering, maar ik kan er niks anders van maken. Ja, inderdaad, dat is denk ik een hele goede analyse. En, maar ja, DVS heeft er het thuispubliek toch nog behoorlijk verwend in die tweede helft. In die tweede helft wel. De eerste helft denk ik ook wel verwend. Ik zeg wel vaker dit seizoen, van als je echt een spectaculaire wedstrijd wil zien, dan moet je gewoon twee ploegen hebben die echt op de aanval spelen. En dan gaat het ergens om. En in dit geval gaat het nergens meer om. Dus ik begrijp ook best hoe Jochem erin staat. En kijk, voor ons was het wel van belang. We hebben gewoon een goed seizoen gedraaid. Dat hebben we vaker gezegd. En in de laatste paar wedstrijden hebben we niet echt een geweldig resultaat gehad. Dus het was wel voor ons van belang dat we het goed zouden afsluiten. En dat konden we alleen maar doen voor eigen publiek. En die kans hebben we gelukkig aangegrepen. Met daarbij de jongens die dus wel vertrekken. En zeker een aantal jongens die een behoorlijke staat van dienst hier hebben. Hebben we er toch wat moois van kunnen maken. En dat was eigenlijk gewoon het belangrijkste voor vandaag. Ik kan me niet voorstellen dat jullie thuis volgende week met dezelfde wedstrijdinstelling het veld op gaan. Want ik kan me niet voorstellen dat het publiek dat pikt. Tegen wie spelen jullie volgende week? Wij spelen tegen Excelsior Maassluis. Die hebben nog steeds de mogelijkheid om kampioen te worden bij ons. Dus ja, dat zou wat los moeten maken bij onze spelers. En je hebt gelijk, het publiek is en momenteel zeker terecht heel kritisch. Dus ja, als we 90 minuten lang rotte vis naar ons hoofd willen hebben, dan moeten we het nog een keer zo doen. Ja, precies. Maar ik wens je toch, ondanks dat, volgende week heel veel succes. En volgend jaar in de tweede divisie. Daar wil ik je ook nog even mee feliciteren. Dank je wel. Oké, bedankt voor dit interview. Roeland, jij ook bedankt. En ja, gefeliciteerd met je mooie club. Dank je wel, jullie ook. Oké. Succes, jongen.